Kunnen we leven op Mars? Dit is de Universiteit van Nederland. Zou het niet geweldig zijn als jij vanavond een ticket kon boeken en ergens naar een plek op de aarde zou kunnen en daar toch een hele mooie ervaring hebben alsof je op een andere planeet zou zitten? Denk bijvoorbeeld aan landschappen die heel erg lijken op Mars of misschien wel op de maan. Of bijvoorbeeld zoals deze jongens in hun prachtige outfit voor de outdoor onderzoek doen naar allerlei processen die er zijn en nieuwe technieken te testen voor hoe we hier uiteindelijk vanaf de aarde naar Mars kunnen vliegen om daar onderzoek te doen. Nou, het leuke is dat wandelen op een andere planeet hier op aarde een basis is voor het hedendaags planeetonderzoek. Want er zijn namelijk landschappen die ons heel erg veel vertellen, die heel erg lijken op die landschappen die op andere planeten te zien zijn. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Maar ik wil jullie eerst meenemen eigenlijk terug in de tijd naar een periode dat we net naar Mars begonnen te kijken. En dat was met name een meneer, Christian Huygens, een Nederlandse sterrenkundige. En die was ontzettend goed in het maken van instrumenten. Niet alleen telescopen, maar ook allerlei andere instrumenten. En hij had onder meer een telescoop ontwikkeld waarmee hij in 1659 naar het oppervlak van Mars kon kijken. Of in ieder geval naar Mars, want we wisten op dat moment in de tijd nog niet wat er precies zichtbaar was. Maar hij zag daar een heel erg bijzonder ding, namelijk een soort van driehoekig zwart object. Hij noemde dat Sirtis Major. En dat driehoekige object, dat is een object waar hij ook een tekening van maakte. En hij was daarmee eigenlijk de eerste wetenschapper ter wereld die in staat was om van het oppervlak van Mars, en dit is dan een globe die gemaakt is met hedendaagse satellietfoto's, om met een telescoop er naartoe te kijken en op zo'n manier af te leiden wat daar op het oppervlak gebeurde. Of in ieder geval een soort ruwe schets te maken, want Sirtis Major dat interpreteerde die als een soort van waterlichaam, misschien wel iets wat modderig was of misschien een oceaan. Maar het was in ieder geval een eerste poging om die kennis die hij had van het landschap, want hij woonde natuurlijk in Nederland, een land waar heel veel water was, om in ieder geval die kennis die hij had, dat gevoel in zijn achterhoofd van hé, dat lijkt wel op iets wat ik ken, om dat toe te passen op een andere planeet. En hij was daarmee ongetwijfeld de eerste onderzoeker die zich waagde aan het vergelijkend planeetonderzoek, aan landschappen op andere plekken met elkaar te vergelijken om daar wat zinnigs uit te halen, om die te gebruiken om elkaar te leren begrijpen. Ik ben erg benieuwd of jullie ook heel goed zijn in het herkennen van landschappen. En daarom heb ik een kleine quiz waar jullie aan mee kunnen doen. Want ik wil namelijk weten van een aantal foto's die ik jullie laat zien, of jullie denken of het een foto is die van de aarde is of een foto die van Mars is. De eerste foto is denk ik wel een hele mooie uitdaging. Prachtig voorbeeld. De mensen die denken dat dit van Mars is, die mogen hun hand in de lucht steken. Oké. Mensen die denken dat dit van de aarde is. De mensen die geen flauw idee hebben. Ah, kijk, fantastisch. Die zijn er ook nog. Dat is belangrijk. Goed, tweede foto. Doen we eigenlijk exact dezelfde exercitie. Wie denkt dat dit Mars is? Oké. Wie denkt dat dit aarde is? Mm-hmm. We gaan naar de derde foto toe. Wie denkt Mars? De spoeling wordt dun. Ik zie het. Wie denkt dat dit aarde is? Oké. Nou, de laatste foto. Eén laatste foto. Wie denkt dat het Mars is? En liefhebbers voor de aarde? Er begint een patroon te ontstaan, zie ik. Goed, dan de echte laatste foto. Want wie denkt dat deze foto van Mars afkomt? Oké. En wie denkt dat deze foto van de aarde afkomstig is? Juist. Oké. Nou, ik moet u ten dele teleurstellen, want eigenlijk alle foto's die jullie zagen, die waren allemaal van de planeet Mars. En het illustreert heel erg goed dat gevoel wat je zo nu en dan hebt, dat het landschap lijkt op een landschap wat je kent. Dat is ook zeker iets waar we heel erg dankbaar gebruik van maken in het onderzoek wat we op Mars doen. Alleen daar zitten natuurlijk wel soms wat haken en ogen aan, want die landschappen kunnen wel vergelijkbaar zijn, maar als we naar Mars kijken, dan is Mars als planeet vaak een stuk kleiner dan de aarde. En ook de atmosfeer is heel erg anders. Want die atmosfeer van Mars is met name een heel erg behoorlijk stuk anders. Hier op aarde, in deze zaal, ademen we op dit moment ongeveer 1000 millibar aan luchtdruk in. Dat is een redelijk normale luchtdruk, daar werkt ons lichaam prima bij. Daar voelen we ons ook heel erg vrolijk bij. En gaan we bijvoorbeeld naar de top van Mount Everest, dan zitten we al snel op een luchtdruk van ongeveer 300 millibar. Dus je kan zien dat daar een heel groot verschil in zit. Maar op het oppervlak van Mars, op een goede dag, kan het daar tussen de 6 tot 10 millibar zijn. 1% van de luchtdruk die we hier op aarde hebben. Dus dat betekent dat als we naar die landschappen op Mars kijken,
dat we altijd rekening mee moeten houden dat ja, dat soort planetaire variabelen, de zwaartekracht en de luchtdruk, dat die anders zijn. En dat ook onze landschappen en de manier op die landschappen werken soms ook op een hele andere manier kunnen werken dan dat we dat denken. En je zou misschien verwachten dat die hele ijle atmosfeer, dat die dan ook totaal geen rol van betekenis zou hebben op Mars. Maar dat is een heel erg mooi voorbeeld. Afgelopen najaar vloog er een komeet rakelings langs Mars, de komeet Siding Spring. En dit is een artist impression van hoe dat eruit zag. En wat we zagen in een aantal metingen, een aantal waarnemingen van satellieten, is dat de atmosfeer van Mars helemaal begon te gloeien van de vallende sterren die in de atmosfeer van Mars zichtbaar waren. Ondanks dat het een hele ijle atmosfeer heeft, is die ijle atmosfeer dus dik genoeg dat dit soort vallende sterren, die we natuurlijk ook op elke avond of elke heldere avond hier op aarde kunnen zien, dat we die ook daar in de atmosfeer kunnen zien. En er zijn nog veel meer interessante dingen. Want als we bijvoorbeeld kijken naar dat oppervlak, dan zien we ook dat die ijle lucht een heel erg belangrijke rol in dat landschap, in met name het verstuiven van zanden, vervult. En we hebben een beeld waarbij we dat heel mooi kunnen zien. Dat is een foto van de laatste Marsrover-missie. En we zien hier als het ware een heel klein zandduintje tegen een helling aan liggen. En hier is de Marsrover als het ware een klein beetje erin gereden. De kleuren zijn hier een beetje kunstmatig verhoogd, dat het een beetje lijkt alsof de aarde is met een beetje de blauwe lucht. Maar in werkelijkheid is het een beetje rooier. En die zandduinen, dat is eigenlijk op dit moment de grootste paradox, wat mij betreft, die we op Mars vinden. En u kent natuurlijk allemaal wel dat Mars bekend is vanwege het water wat er voorkomt en dat er water gestroomd heeft en dat het allemaal belangrijk is. En dat is misschien ook wel te wijten aan het wat onevenredige PR-beleid van NASA, die elke mogelijkheid aangrijpt om daar extra aandacht naar te trekken. Maar de echte paradox, dat zit eigenlijk in dat zand. Want wat we namelijk zien, is dat die zandduinen op het oppervlak van Mars, in die hele ijle atmosfeer, verstuiven met de snelheden van zandduinen die we op aarde kennen. Dus je kan je voorstellen, op het moment dat je een hele ijle atmosfeer hebt op die planeet, dan moet je in verhouding ook een veel hogere windsnelheid hebben om datzelfde korreltje zand in beweging te zetten. Nou, dat is precies de paradox waar we op dit moment mee te maken hebben. Want we zien zandduinen verstuiven, maar de ijle lucht waar dat in plaatsvindt en de windsnelheden die we daarvoor nodig hebben, die zijn heel erg zeldzaam. En toch gebeurt het. En dat is nou precies het punt waar we op dit moment nog niet zo heel goed begrijpen hoe dat landschap werkt. En een van de dingen waar ik ook aan werk aan de Universiteit van Amsterdam met collega's vanuit Aarhus in Denemarken, is het begrijpen van hoe dat zand dus in beweging gezet kan worden, dat het kan gaan verstuiven. Nou, we denken dat we al die puzzel een heel groot gedeelte opgelost hebben. Want wat er op Mars gebeurt is namelijk iets bijzonders. Op het moment dat dat zand in beweging is gezet en dat zandkorreltje dat ketst als het ware weg, dan kan dat korreltje op het moment dat die inslaat andere zandkorrels wegketsen. En op het moment dat die andere zandkorrels worden weggeketst, dan kan je die zandkorrels in beweging houden bij een veel lagere windsnelheid dan zeg maar het eerste zetje wat je die eerste korrel geeft. Dus je krijgt als het ware een soort van cascade van één zandkorrel die wordt weggeblazen. Die ketst dan meerdere zandkorrels los en die ketst op hun beurt ook weer allemaal zandkorrels los. En dat kan bij veel lagere windsnelheden dan dat eerste zetje. En dat betekent dus ook dat dat eerste zetje eigenlijk het belangrijkste is om te begrijpen. Want die lage windsnelheden die komen wel op Mars voor. Maar die windsnelheden die we normaal gesproken nodig hebben voor de eerste zetje, dat kan vaak in de orde grootte van een grote storm zijn. Dan hebben we het echt over orkaankrachtachtige winden. En een van de dingen waar wij naar kijken in ons windtunnelonderzoek is met name het eerste moment waarbij die zandkorrels in beweging kunnen komen. Dat is niet zozeer het wegschieten van zo'n zandkorrel, maar echt het wegrollen van individuele zandkorreltjes. En dat wegrollen, dat blijkt ook echt vanuit windtunnel-experimenten die we hebben gedaan, bij een veel lagere windsnelheid plaats te vinden dan dat we op dit moment dachten. Dus met name grotere zandkorrels hebben daar een positief effect van. En we zien ook dat met name dit soort zandafzettingjes in precies de juiste korrelgrootte afzetting zitten, waarbij we dus die positieve effecten zien van het wegrollen van die zandkorreltjes. En dat betekent, als u ooit nog in een ruimtepak op Mars rondloopt en het is een beetje een winderig dagje, trap dan niet achterloos wat zand voor je uit. Want voor je het weet, geef je namelijk met het trapje wat je geeft een heel klein zetje waarbij je eigenlijk voldoende zand in beweging hebt gezet, waardoor je dus die cascade krijgt en al dat zand plotseling aan het wegschieten is. En voor je het weet heb je een stofstorm gestart die de hele planeet als het ware omvat. En dat wilt u natuurlijk ook niet op uw geweten hebben voor uw collega-astronauten. Dit soort dynamiek, dit soort landschappen, dit soort zwarte vlekken, met name rond de Noordpool, waar we hele grote zwarte zandvelden vinden. Dat zijn precies de plekken waar ik geïnteresseerd ben om te begrijpen wat daar nou precies in het landschap gebeurt. En daar heb je natuurlijk vaak ook wat menselijke kennis nodig om te kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat een mens op Mars op dit moment de juiste oplossing is. U bent natuurlijk wel eens bekend met de Mars One-missie. Een heel erg interessant initiatief waarbij er uiteindelijk een bemande kolonie op Mars moet komen. Maar het overleven in zo'n ijle atmosfeer, dat is natuurlijk wel te doen als je een ruimtepak hebt. Want die luchtdruk is heel belangrijk, ook voor ons lichaam om te functioneren.
Maar omdat er ook heel weinig lucht is, is zo'n ruimtebasis toch wel heel erg gevoelig voor bijvoorbeeld straling. Er is bijna geen lucht die die straling opvangt. En daarnaast zien we ook dat de technische randvoorwaarden, de techniek die je nodig hebt om zo'n basis in leven te houden, dat die eigenlijk in de huidige plannen nog niet ver genoeg uitgewerkt zijn om inderdaad dit een levensvatbaar concept te noemen. Een recente studie van het toonaangevende MIT-instituut uit Amerika, die heeft dat onder meer laten zien. En het illustreert in ieder geval dat een mens op Mars plaatsen en het daar te laten leven en overleven nog een heel erg moeilijke aangelegenheid is om daar daadwerkelijk iets zinnigs te kunnen doen met het onderzoek. Maar er is nog een belangrijke reden waarom ik denk dat dit project Mars One, een Nederlands initiatief waarbij dus een aantal mensen gewoon voor een enkeltje naar Mars toe gaan, waarom dat nog niet heel erg aan de orde is, of bemande ruimtevaart op Mars in het algemeen. Want het grote vraagstuk wat op dit moment open ligt op Mars is of dat er ooit leven is geweest en of dat er bijvoorbeeld op dit moment nog leven kan zijn. En een van de internationale afspraken die we gemaakt hebben met dit soort ruimtevaartmissies, of niet dit soort bemande, maar met name de Marsrovers, is dat we die Marsrovers heel mooi steriliseren. Die gaan voor een paar uur een hele hete oven in, om te zorgen dat de bacteriën en de verschillende sporen die erop zitten, dat die dood zijn. Zodat we niet per ongeluk Mars infecteren met onze eigen aardse bacteriën. Nou, je kan je voorstellen, dat is met een astronaut wat lastig te doen. Die kan je niet zomaar een paar uur in een oven zetten. En juist die hygiëne die je op een gegeven moment hebt, als je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest en je vergeet even je handen te wassen en je trekt je ruimtepak aan. Ja, voor je het weet zitten de bacteriën aan de buitenkant van je ruimtepak en heb je te maken met een hele snelle infectie van het oppervlak van Mars. Kortom, pas op het moment dat wij in staat zijn om dat vraagstuk op Mars op te lossen van waar dat leven is, of Mars in het verleden leefbaar is geweest en of er misschien nog wel leven is op dit moment, dat is iets wat wij pas kunnen oplossen op het moment dat wij onze onbemande rovers daar hun werk hebben laten doen. En tot die tijd denk ik dat wij daar gewoon lekker vanaf afstand met onze joystick vanaf aarde die karretjes daar kunnen laten ronddraaien. Maar tot die tijd zijn er nog wel heel veel andere dingen die wij kunnen doen. Want kijk, als mens werken wij natuurlijk heel erg efficiënt in dat landschap. Wij kunnen daar, zeker als we getraind zijn in geologie of geomorfologie of biologie, heel goed zoeken naar allerlei aspecten van hoe leven ontstaat, hoe landschappen zich ontwikkelen. Dus juist dat veldwerk is een heel belangrijk component die we hier op aarde nog steeds kunnen doen. En dat is ook iets waar dat landschap waar we net naar keken, die vijf foto's die ik jullie liet zien, een heel belangrijke rol vervullen. Want voor elke foto die ik liet zien is het wel mogelijk om een landschap hier op aarde te vinden waar wij veldwerk kunnen doen. Waar wij kunnen begrijpen hoe dat landschap werkt en hoe we daar uiteindelijk bijvoorbeeld die vraagstukken over leven kunnen oplossen. Dat we in ieder geval weten van oké, als we op Mars gaan zoeken, dan moeten we bijvoorbeeld hier aan denken, omdat we dat hier op aarde zien. En diezelfde strategie kunnen we op Mars toepassen om te zien of dat daar misschien op dezelfde wijze dat soort dingen, dat soort leven werkt. Kortom, ons aardse laboratorium is een heel erg belangrijk, of het aardse veld is een heel erg belangrijk laboratorium waar wij dat planeetonderzoek kunnen uitvoeren. En voor mij is dat laboratorium met name in IJsland te vinden. En als we naar IJsland kijken, zien we van dit soort prachtige landschappen. Het ziet er heel erg grijs en grauw uit. Maar dit soort landschap is precies de plek, precies het soort landschap wat heel erg lijkt op de plekken op Mars, waar bijvoorbeeld het zand gevormd wordt wat in die duinen zit. Als we bijvoorbeeld naar de globen van Mars kijken, dan vinden we, met name rond de Noordpool en hier zo rond de noordelijke laaglanden, vinden we een heel erg mooi gebied waar we zandzeeën hebben. En die zandzeeën, dat zijn uiteindelijk plekken waar zandduinen voorkomen die bijna uit vulkanisch glas bestaan. En dat zijn precies het soort zandkorreltjes die gevormd worden door vulkaanuitbarstingen onder gletsjers. En dat is eigenlijk wat we ook in het landschap van IJsland zien. Daar zien we vulkanisme, die vulkanen die barsten daar onder het ijs uit. En door dat hele snelle afkoelen van dat vloeibare gesteente bij die uitbarsting wordt er uiteindelijk zand gevormd, wat ook heel rijk is aan vulkanisch glas. Dus die zandafzettingen die we hier aantreffen, dat zijn precies de materialen die ik nodig heb om bijvoorbeeld mijn windtunnel-experimenten mee te doen. Maar ook om in het veld te kijken hoe daar zeg maar door de wind langzaamaan veranderingen in materiaal optreden. Dus dat natuurlijk laboratorium hier is iets wat van fundamentele waarde is voor het ontstaan, voor het begrijpen van de ontstaansgeschiedenis van veel van dit soort dingen aan het oppervlak van Mars. En wellicht zit hier natuurlijk ook een hele mooie vakantiebestemming in voor komende zomer. Want IJsland, ja, de clue zit in de naam, maar ik kan u garanderen, er zijn genoeg andere prachtige landschappen waar u het idee heeft dat u midden op Mars of midden op de maan staat. En wat een bijzondere ervaring is. Het is daarom goed om te begrijpen dat voor mij de ambitie vooral zit in het vinden van landschappen waar wij eigenlijk ons onderzoek kunnen doen als planeetonderzoeker zonder dat wij naar Mars hoeven. Want naar Mars gaan, dat is met een Marsrover natuurlijk wel te doen. Maar je zit altijd op een heel klein oppervlak. En die ambitie van mij, die leent zich eigenlijk heel goed om bijvoorbeeld een heel mooi ticket te boeken. Waarbij we naar IJsland kunnen. En waarbij we met een prachtige landrover naar precies die plek kunnen rijden. Waar we dat zand kunnen vinden of waar we dat veldwerk kunnen doen. En een enkeltje Mars,
geef mij maar een retourtje naar IJsland. Dank jullie wel.